En welkom bij een nieuwe video van Human Made. Deze keer laat ik jullie even zien hoe mijn yucca in bloei staat. Dit is het begin van de bloemstengel van mijn yucca. Ik heb nu twee aftakkingen. Zoals je kan zien zijn er twee groeipunten. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar ik hoop dus ook nog op een andere bloemstengel. Maar voor nu is het er maar één. En ik ga jullie in deze video laten zien hoe deze groeit. We zijn nu alweer een beetje verder. En de eerste bloemknopjes beginnen te groeien. Zoals je kan zien, deze bloemstengels worden heel groot. Super groot. Dit zijn de bloemknoppen, die worden straks nog veel groter dan dit. En we zijn nu nog weer wat verder en je ziet al nu echte bloemknoppen. En dit wordt een hele lange stengel. En deze begint ook al mooi te vormen hier. Hier komen mooie witte bloemen uit straks. Maar goed, dat zullen jullie in deze video nog wel zien. Dit is, komt vanuit het midden. En een bloemknopje. Super leuk om te zien. En we zijn nu nog weer wat verder. En zoals je ziet, hij is alweer een stuk gegroeid. Best wel een groot stuk. Nu zie je echt alle bloemknoppen zitten. Sommige die komen al bijna uit. Maar ik heb hier nog een bloemstengel gevonden alsnog. Daar hoopte ik al op. Dus nu heb ik er twee. Alleen die is even wat aan het achterblijven. Maar die komt er dus ook aan. Dus ik krijg straks een dubbele bloei. En dat vind ik echt super leuk. Ik kan je natuurlijk allemaal laten zien hoe dat eruit ziet. Dit zijn de bloemknopjes. Nu zijn we wat verder en we hebben eindelijk bloemetjes. Ik zal jullie even laten zien hoe ze eruit zien. Dit is de binnenkant van de bloem. En ze hangen allemaal naar beneden, de bloemen. Wat ik op zich heel jammer vind. Want dat ziet er toch wel leuk uit als je de binnenkant van de bloem ziet. Maar goed. Dat is nou eenmaal hoe deze plant bloemen geeft. Ziet er zo leuk uit zo. En dan hebben we straks nog een tweede bloemstengel. Dat is ook wel leuk. Dus nu hebben we dubbele bloemen straks. We zijn nu nog weer wat verder. En zoals je ziet krijgen we steeds meer bloemen. Super leuk. Zo ziet het er nog mooier uit vanaf de onderkant, vind ik persoonlijk. Zo zie je alle bloemetjes tenminste. Superleuke bloemetjes. Supermooi. Dan hoop ik natuurlijk dat die andere nog even snel doorgroeit, zodat ze tegelijk gaan bloeien natuurlijk. En we zijn nu weer even wat verder. En we hebben eindelijk een dubbele bloei. Kijk hoe mooi. Zo mooi om te zien. Dubbele bloei. Allemaal nog bloemetjes. Die komen ook allemaal nog uit aan de rechterkant. Superleuk.
Nog meer mooie bloemetjes. Ik vind het wel echt heel leuk dat ze tegelijk bloeien ook. Ze zijn precies dezelfde als de andere bloemstengel natuurlijk. Maar ja, altijd wel leuk om te zien. Dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. Abonneer op mijn kanaal, like deze video. Doei doei!